De Scratch. De Scratch is een pelotonwedstrijd waarbij de renner die als eerste finish passeert de wedstrijd wint. De mannen rijden een wedstrijd over 15 kilometer, de vrouwen rijden een wedstrijd over 10 kilometer. Duurrenners proberen tijdens de wedstrijd weg te rijden om een sprint te voorkomen. Sprinters wachten hun kans af en slaan toe op de laatste meters om de wedstrijd te winnen.